denk dat je een beetje opnieuw twee helften. De eerste helft niet scherp genoeg, niet genoeg enthousiasme. Kom je ongelukkig achter op een klusbal. De bal wordt in de klus diep gespeeld, wordt dan ook ingekouwd, wordt dan afgewerkt. De laatste 10 minuten tweede helft, van de eerste helft zorg je, doe je het iets beter. Dan krijg je een paar halve kansen. Tweede helft pak je nog ongeveer risico's. We weten met de snelheid van Coxijn. Of welke ploeg respect hebben, heb je vandaag gezien. Wetende dat je tegen op de counter kunt lopen, ontsnappen we 2-3 keer, maar je doet het moeilijkste. Dus maak snel 1-1. Je maakt snel of op het gepast moment 1-2. En dan gooi je alles in de strijd en dan valt er nog één keer een bal in de klus op een inworp, valt die goed. Maar die iets te makkelijk draaien, wordt bal afgewezen, gaat hij in de verse hoek binnen. Maar in principe hebben we opnieuw genoeg kansen gehad. In moeilijke omstandigheden, hè. Synthetisch, klein veld, wat wind. Dan bouwen ze allemaal geen excuses als we de twee ploegen. In principe heb je genoeg kwaliteit om die wedstrijd te winnen. Ondanks een mindere eerste helft heb je altijd kansen genoeg gehad om de wedstrijd met 1-3, 1-4 te winnen. Doe je niet, dan loop je op klusballen plaatsen en dat 2-2. Helaas, maar opnieuw 2 punten verloren. Ik denk dat het ons, ja, misschien ons 5 of 6 keer is dat we tegen, met alle respect, dit soort tegenstander punten hadden. En dat maakt de wereld van verschil, top 3 of subtoppen. Dus op dit moment zijn de subtoppen geen top 3. Oké, dank je.